Het project Oude Dokken bestaat van het jaar 15 jaar. Het is de reconversie van een oud havengebied. Het Dok Zuid is een nieuwe projectsite. Artevelde Hogeschool was al een tijdje op zoek naar een extra locatie voor een nieuwe campus te bouwen. En enige tijd geleden heeft Sogent een opdracht gepubliceerd waar gezocht werd naar onderwijsinstellingen die specifiek op deze site iets konden realiseren. En wij zijn er als overwinnaar uit de bus gekomen. Samen met deze extra locatie gaan we ook richting een nieuwe organisatiestructuur. De hogeschool wordt eigenlijk opgedeeld in 5 expertisecentra. En elk expertisecentrum zal 1 wat wij noemen stercampus krijgen, met 1 of meerdere satellietcampussen daar nog bij. Op Dok Zuid zullen 2 expertisecentra terechtkomen. Heel de cluster rond onderwijs en ook het expertisecentrum Mens en Samenleving. Sogent werkt momenteel samen met AWV om de Vera Pasbrug te bouwen, waardoor dat de kleine ring verlegd wordt naar de Afrikalaan aan de andere kant van het water. Daardoor wordt de as Dok Zuid verkeersluwer en de stadsdiensten zijn ook momenteel aan het onderzoeken naar nieuwe openbare vervoersopties. Sowieso wordt het volledige openbaar domein van de oude dokken herbekeken. Een eerste stap die heel concreet is, is dat we bij de start van het academiejaar een opdracht gepubliceerd zullen hebben waar dat we gaan zoeken naar kandidaten om dit project concreet te ontwikkelen. Dus een combinatie van ontwerper, aannemer, projectontwikkelaar die hier heel het pakket aan gebouwen en vloeroppervlakken zal realiseren. En dan zal het een beetje afhangen van de voorliggende concepten welke uitvoeringstermijn daar tegenover zal staan. En dan neem ik jullie nu mee naar Campus Brusselse Poortstraat. De Campus Brusselse Poortstraat zal in de toekomst quasi verdubbelen in oppervlakte. Een deel van het gebouw achter mij zal afgebroken worden en plaatsmaken voor een nieuw functioneel gebouw, waarbij we er ook naar zullen streven om het bestaande gebouw in het nieuwe te integreren. Op deze campus zullen in de toekomst de opleidingen die zich bevinden in de communicatie, media en design hun stekje krijgen. Dit wil zeggen dat communicatie en journalistiek naar hier zullen verhuizen. De opleiding grafische en digitale media en graduaat programmeren zullen in de toekomst naar Gent komen. We wensen eigenlijk echt al onze opleidingen in het hart van Gent te krijgen. De derde stercampus naast Dok Zuid en Campus Brusselse Poortstraat is Campus Kantinberg. Het gebouw staat er, is best nog functioneel en aardig, maar we zullen toch ook een aantal veranderingen aanbrengen om er een echte stercampus van te maken. Wat bedoelen we eigenlijk met stercampus? We willen van deze campus een belevingscampus maken voor studenten, waar studenten niet alleen komen leren, maar ook een stukje kunnen leven. Het moet echt een toegankelijk iets worden voor een student waar het aangenaam toeven is, ook buiten de lessen. Op Campus Kantinberg krijgen 2 expertiseclusters hun onderkomen, namelijk de cluster Gezondheid en Zorg en de cluster Business en Management.